Het haar is eerst 2 keer gewassen in lauw water met speciale shampoo voor een synthetisch haarwerk. Nadat dit goed uitgespoeld is, voegen wij een balsem toe. En deze laten we even goed inwerken. Deze wordt vervolgens ook na 10 minuutjes uitgespoeld met lauw water. Nadat het haarwerk is uitgespoeld van de balsem, hebben wij deze opgerold in een handdoek om het meeste vocht eruit te halen. Daarna bevestigt u hem op een kop met wat spelden. Deze worden bevestigd aan de zijkant en 1 aan de achterzijde. Voor wat meer stevigheid te geven voor het bewerken van het haarstuk. Het mag absoluut niet bovenop gedaan worden. Dat beschadigt heel snel de leesfront. Nadat het ergste nat eruit is, gebruiken wij een conditioner. Deze sprayen wij over de totale lengtes van het haar. Dit geeft extra verzorging aan de vezel van het synthetische haarwerk. Om beschadiging en wat meer glans en verzorging te geven. Daarna gebruiken wij van Medisuticals een Define Thickening Lotion. Deze is op waterbasis, bevat geen alcohol. En daardoor kan u uw haarwerk weer in een mooi model brengen en een klein beetje stevigheid geven. Dit kan u door het hele haar verdelen. En hierdoor met uw handen het haarwerk weer in model brengen zoals u het gewenst heeft. In de zomer adviseren wij u een protective UV-spray voor de bescherming van de kleur van uw haarwerk. En dit begint eigenlijk al zodra de eerste zonnestralen doorkomen, dat deze voor de kleurbescherming toegepast kan worden. We laten het haarwerk drogen aan de lucht. Geen föhn, geen steltangen, geen krultangen.